mensen die dus van op de een op de andere dag geconfronteerd werden met hersenletsel, iets in hun hoofd. Breda Nu. Je weet het meteen. Op 9 mei werd het startschot gegeven van hersenletsel on tour. Een aantal dames en heren gaan in 1 week tijd van Breda naar Goes en weer terug om aandacht te vragen voor mensen met hersenletsel. Nou, ik sta hier vandaag bij Revant, ons revalidatiecentrum. En achter mij zien jullie een groep mensen met niet aangeboren hersenletsel. Mensen die dus van op de een op de andere dag geconfronteerd werden met hersenletsel, iets in hun hoofd. En zij gaan de komende 6 dagen door Brabant en Zeeland fietsen. Flink wat kilometers met elkaar om ook zo hun grenzen weer een beetje te verleggen. En wat vind je ervan dat dit georganiseerd wordt hier? Ja, ik vind het hartstikke mooi dat landelijk er aandacht is voor dit onderwerp. En dat ze ervoor kiezen om ieder jaar in een bepaald gebied aandacht te vragen voor hersenletsel. Ja, we zijn op een gegeven moment benaderd of wij de startplek wilden zijn voor deze tour. Nou ben ik zelf een fervent fietser. Nou, niet dat ik zo hard fiets, maar ik doe het wel heel graag. Dus ik dacht van nou, daar gaan we alles voor in het werk stellen om dat voor elkaar te krijgen. Dus hebben we kunnen zorgen dat ze hier kunnen starten. Dat ze op onze locatie in Goes zaterdag ook weer kunnen starten na een ontbijt daar te hebben genoten. En dat ze je volgende week kunnen finishen. Nou, de Breinheld, dat is een... Wij dachten van, goh, wie gaat op een gegeven moment hersenletsel nu in het daglicht zetten of in de schijnwerpers? Of wie gaat er aandacht vragen voor hersenletsel? En toen zei van, goh, daar moet een pakkende teksttitel bij komen. En toen dachten we van, goh, ieder die aandacht vraagt voor hersenletsel is voor ons eigenlijk gewoon een held. En toen kwamen we op het woord breinheld. Nou, doordat ik bovenregionaal ook werkzaam ben met allerlei projecten rondom hersenletsel, ben ik gevraagd om hier in West-Brabant mee te denken over hoe kunnen we hersenletsel nu beter op de kaart zetten. Toen hebben we het hersenletselnetwerk weer nieuw leven ingeroepen. En toen hebben we gedacht van, goh, maar hoe bereiken we mensen die nu vragen hebben of ondersteuning willen bij hersenletsel? En toen zeiden we van, goh, dan moet gewoon een gratis punt komen waar mensen hun vraag kunnen stellen. Of dat nou telefonisch is of digitaal, dat maakt eigenlijk niet uit. En toen zijn we gekomen uiteindelijk op Breinlijn. Ja, in Breda besteden we heel veel aandacht aan een inclusieve samenleving, dat iedereen mee kan doen. En we hebben veel aandacht voor toegankelijkheid. En dat betekent dat je vindt dat mensen in rolstoelen overal binnen moeten kunnen, mee kunnen doen. Maar ook mensen met een psychische beperking en ook dus mensen met hersenletsel. Als je het even niet meer weet, dat je in de bus door de buschauffeur verder geholpen wordt. 5, 4, 3, 2, 1, Breda Nu. Je weet het meteen.